realiteit wat er heel veel gaat gebeuren. En ik wil jullie meenemen in twee videofragmenten van Jarno Duursma. En Jarno is trendwatcher, dus hij kijkt naar de toekomst, naar de ontwikkelingen in de markt. En wat de impact heeft op van de digitalisering op de arbeidsmarkt. Oké, en als je dat snapt, dan snap je ook de kracht van kunstmatige intelligentie. Zo krachtig, zo snel, veel meer denkkracht, veel meer processing power. En we gaan toe, en dit is een van de belangrijke punten die ik wil maken, we gaan toe naar een tijd, en die is binnen handbereik, dat kunstmatige intelligentie dingen gaat doen waarvan wij dachten dat alleen wij mensen dat konden. Dus kunstmatige intelligentie krijgt ogen, krijgt oren, ontleedt spraak, ontleedt tekst. Dus er zijn vaardigheden waarvan wij tot dusver alleen maar dachten dat wij mensen dat konden, maar dat wordt ingekleurd door kunstmatige intelligentie. En dit is geen hocus pocus, dit is geen toekomstvoorspelling, dit is de realiteit van alle dag. Ik kan met gemak tot 2 uur vanmiddag vullen met voorbeelden waaruit dat blijkt. Dus als we kijken naar bijvoorbeeld met de klok mee, facial recognition, afbeeldingsherkenning, image recognition, cognitie, luisteren, tekst naar spraak, spraak naar tekst. Gegevensanalyse is kunstmatige intelligentie ontzettend slim. Met name door een nieuwe trend, en ik vlieg hier even heel snel overheen, machine learning, zelflerende computers. Dus ik doe even heel gechargeerd, vroeger moest je tegen een computer zeggen, als dit, dan dat. Als dit gebeurt, doe dan dat. En de uitkomst moet dat zijn. Nu is het zo dat je computers kunt voeden met enorm veel data, en de computer leert daar zelf van. Of je zegt, ik geef je 1000 plaatjes van een hond, 1000 plaatjes van een poes. En als je 1001ste plaatje van een poes is, dan weet je dat een poes is. Microsoft hebben ze nog maar 20 afbeeldingen nodig van een voorwerp, voordat het systeem herkent wat het is. Dus heb je iemand in de organisatie, wiens werk het is, kijken naar iets, beoordelen, terugrapporteren, ga met hem in gesprek hierover. Als iemand het werk is, lezen van heel veel tekst. Daarover nadenken en samenvatten, terugrapporteren, gaan met hem of haar in gesprek over deze nieuwe trend. Kunstmatige intelligentie krijgt menselijke vaardigheden, kijken, luisteren, facial recognition, tekstanalyse, waarvan wij tot dusver dachten dat is behouden aan wij mensen. Dat is niet meer zo. En ik zit jullie niet, want ik zie een aantal mensen heel verschrikkelijk kijken, maar ik wil jullie niet bang maken, daar ben ik hier niet voor. Maar het is wel een enorme interessante trend dat machines zelf kunnen leren. Ze kunnen ons inzichten geven die wij zelf niet voor mogelijk hadden gehouden. Dit is Lisa Doll, dit is ook in het nieuws geweest, hè? Die Go-speler. Go is zo'n bordspel en het aantal zetten is evenveel als dat er atomen in het universum zijn. Dus het komt ook een beetje aan op intuïtie. AlphaGo is een AI-systeem, Lisa Doll de wereldkampioen. Dit was vorig jaar mens 1. Systeem 4-1 gewonnen. Afgelopen mei is het weer gebeurd. 3-0 voor AI-systeem. Maar het meest interessante was dat vorig jaar in de tweede ronde, zet 37, toen deed het systeem een zet waarvan Lisa Doll enorm in de war raakte. Hij ging de kamer uit, hij ging een kwartier buiten de kamer zitten, omdat hij niet wist, hij dacht van of dit systeem is zo slim dat het veel slimmer is dan ik, of het systeem maakt een fout, is heel dom. Was natuurlijk 1. Het systeem had iets bedacht dat in al die duizenden jaren Go nog nooit eerder was bedacht. Sinds die speeldag is het spel ook veranderd, omdat mensen in de wereld ineens heel anders kijken naar het spel. Dus slimme systemen gaan ons inzichten geven die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Dus aan de ene kant gaan ze vaardigheden, facial recognition, image recognition, speech recognition, computer vision, gaan ze van ons overnemen. Vaardigheden waarvan wij tot dusver dachten het is alleen mensen, maar ze gaan ons ook inzichten geven waar wij met die 3,5 kilogram kwap hierboven, wat we gewoon niet kunnen bedenken. Goed. En dit is de directeur van Google, die zegt we gaan van een mobile first naar een AI first world, dus artificial intelligence first. Maar als we gaan naar artificial intelligence first, betekent dat human second wordt. We moeten dus fundamenteel gaan nadenken, wie zijn wij, waar zijn we ook alweer goed in? Patio, chairs, cup, pot, cup, coffee cup.
En nog een kort fragment van hier dan. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat voor banen men dan gaan blijven. Welke banen blijven jou? Vertel maar even. Ja, dat is hartstikke goed voor al die omscholingsprogramma's. Kun je zo meteen. Nee, weet je wat het is? Welke banen blijven? Het lastige in dat hele domein is vanzelfsprekend dat je heel helder kunt zien welke banen gaan verdwijnen. He, dus ik heb een aantal vaardigheden geschetst waardoor je kunt zien, oké, weet je wel, als het gaat om tekstanalyse, administratief, financieel, image recognition, etc. Dat is redelijk makkelijk om te zien. Wat natuurlijk moeilijker is om te zien, wat komt daarvoor in de plaats? Als je 100 jaar geleden had gezegd tegen iemand, er zijn mensen op de wereld die verdienen hun brood met het doen van praatjes over nieuwe technologie. Nou, dat is raar. Dus dat is veel lastiger. Dus het is veel makkelijker om te zien wat verdwijnt dan wat er voor in de plaats komt. Ik heb een concept bijvoorbeeld gezien waarin een bedrijf een soort gaminglaag over je cybersecurity kan heen leggen. Waardoor jongeren die verstand hebben van Minecraft door die cybersecurity laag dingen kunnen bouwen of in de gaten kunnen houden. Dus een soort serious gaming platform voor je cybersecurity in je bedrijf. Als dat gaat lopen, als het dus veel makkelijker wordt om voor iedereen om cybersecurity te doen op basis van gaming, kon het wel ontploffen tot een hele nieuwe categorie baan. Wat het veruit het belangrijkste is, is niet eens in die hardcore kennis, maar adaptability coefficient. Daar ging het heel vaak over. Dus hoe is de aanpassingsgraad in je organisatie? Hoe zorg je ervoor dat je mensen creatief houdt, dat je ze nieuwsgierig houdt? Hè? Dus een van de mantra's al daar was ook, never forget the 9-year-old within yourself. Dus vergeet niet hoe je nieuwsgierig moet zijn, maar ook hoe je een hacker mindset kunt maken. Dus we gaan steeds meer naar ook soft skills leren, maar ook ontleren. Dus hoe zorg je ervoor dat mensen ontleren? En dat wordt van een groot belang. Dus je hebt niet een... Ja, dus Jarno die zegt, van machines gaan steeds meer overnemen. Dat betekent dat we moeten kijken waar zijn wij goed in. Wat kunnen wij nog wel blijven doen? Wat wordt niet door computers overgenomen? En dat betekent, nu zitten we soms wel 10, 20 jaar op een bepaalde functie. En misschien zitten jullie nu al heel lang op je functie. Dat je gaat kijken voor het ontleren is de dingen die je al heel lang hebt gedaan. En wat komt daarvoor in de plaats? Wat zijn dingen die we dan wel kunnen doen? Ja, als je gaat kijken naar misschien over een aantal jaren, misschien 10 jaar, stappen we in onze auto. Die auto brengt ons ergens heen. We komen in de file. Die auto die belt naar de andere computer toe. Ze is wat later. Ja, dat komt niemand meer aan te pas. Het gaat erom van, wat kunnen we dan wel? En vooral mensenwerk, dus met mensen om blijven gaan. Dat is iets wat sowieso niet overgenomen kan worden door computers. Secretaressenwerk, menselijke assistenten, dat wordt steeds minder. Dat heb je natuurlijk ook al lang en dat gaat sneller dan dat je denkt. Dus het ontleren is het inspelen op de toekomst. Wat kunnen we dan wel gaan doen? Want er gaan zeker banen verdwijnen, maar er komen ook nieuwe banen in de plaats. Dat is goed. Dus in dat opzicht denk ik niet dat we heel erg bang hoeven te zijn, maar wel gewoon, hoe kunnen we dan daarop inspelen? Nou, een daarvan is dus het beroep virtueel assistent.